Oké dan, kijkers van Big Game. Het is al lang geleden dat ik een Walking Dead episode heb gemaakt. En dat vind ik natuurlijk erg jammer. Want ik vind het een hele leuke game. Maar ik had het heel erg druk met de 500 sub special. Die nog steeds niet af is, vind ik wel jammer. Maar oké, lek. Sorry. Oké, als het goed is heb ik nu iets minder lek, alleen aan het begin. En we beginnen dus met een hele nieuwe chapter. Die heet dus... Oh shit, ik moet slaan. Oké. Ik wou deze middag al heel veel eerder gaan opnemen, maar dat lukte dus niet, want de game wou niet starten. Ik snapte ook niet precies waarom. Wie is dat? Wie is dat? Looks like a rabbit. Oké. Ja. Oké, ik vind deze game vooral echt geweldig. En ik hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk vinden. We beginnen weer met een nieuwe episode in een nieuw soort van seizoen. En ja, het is gewoon zo vet dit. Dus, we gaan snel verder. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. You'll have to ask Lily. Ja, ik vind Lily wel, zeg maar, dat is dat meisje met voor wie ik gekozen had bij Duck and bij Lily en nog iemand. ik vind haar wel gaaf. Zij is denk ik wel een goede partner te hebben hier. Zij vertrouwde me ook. Maar ze wist wel dat ik een moord had gepleegd hier. Dus dat is mooi. Het is misschien wel een goed idee, maar Kenny wil dus gaan als hij de RV, dus die grote bus kan krijgen. Maar ik denk dat Kenny niet zonder ons zal gaan. Nou, niet zonder de aardige, dus niet die grote man, niet mensen. Dat is namelijk wel echt heel erg. Seems like he's got a problem with you in particular. Hey, een vogel. He thinks I'm... Ik heb nu over die dikke. Ik heb niet wat tegen dikke mensen, maar hij heeft me geslagen, waardoor ik bijna dood ging. Dat is toch erg? And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face? Het wordt echt snel donker, hè? Flat. Ja. Oké, we zitten dus in een bos of zoiets. Ik ben heel erg blij, want ik kan deze game eigenlijk spelen. Want hij wou vanmiddag maar niet starten. Maar ik weet dus iets heel cools. Ik keek dus op internet waarom hij niet zou willen starten. It's a long shot. I'd hate to waste the bullets. Trust me. If I don't think I can hit it, I won't shoot. Schiet. Oh no. Shit, was that Kenny? What? I don't know. Come on. What the fuck? Okay. Ik vertel jullie zometeen over echt iets heel cools. Wacht man. Oh, de graphics zijn zo mooi dit. Zie alles. Het is getekend, maar toch zo mooi. Nee, lek. Ik haat lek. Ga weg. Wow. Au. Jesus Christ. Oh shit. No. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee. Guys, okay? Get it off! God damn it! Get it off me! Travis, I have maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay. We gaan ze geen pijn doen. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We gotta help. Please. Ben, shut up! My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. Yeah. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. We will try. Get him out of there. We gaan hem wel helpen ontsnappen al die shit. Fine, but you gotta hurry, please.
Oké dan. Wow. Walkers. Walkers. Oké, voor als er net even geen camera was, sorry. Ik probeer heel veel, maar. Oké. Okay. Wat moet ik doen? Zijn been. Oké, ik ga gewoon een ketting proberen. Zeg maar. Oh, slaan. Open te breken. Ik weet niet of het kan. Kom. Het lukt niet. Shit. Oh shit, dat is wel stom. Dan moet het zomaar. Oh jezus. Oh, daar gaan we. Oké, daar gaan we. Oké. Okay. Oh, papa. Nog een keer. Opa. Oké. Oké. Lekker. Oké. Okay. Kom. Travis! Come on, we gotta move! Nee, kom op, rennen. Oh nee. Dat is niet zo slim. Nee. Wow. The Walking Dead. Oké. Dus, wat ik wou vertellen is, als we deze game uit hebben gespeeld, misschien is het iets later, want ze zeggen dus dat er een nieuwe Walking Dead Season 2 uitkomt. Hey, Episode 2, Star for Help. Ze zeggen dus dat uit gaat komen. En, sorry voor de achtergrondgeluid trouwens. Dat Clementine dan in zijn eentje is en al die shit. Heel veel dingen worden gezegd. Ik ga nog niet verraden. Misschien kan ik die ook gaan spelen als jullie dat willen. En het leuke is, ik krijg ook een nieuwe headset voor Sinterklaas. Die koop ik zelf. En dan, die is heel goed, die hebben Martijn en Rafael ook. Dus, dan gaat het opnemen ook beter dan die dingen. Oh, lek. Oh, mijn geluid is weg. Ja, ik heb nu een hele slechte ding, want ik heb het per ongeluk kapot gemaakt. Ik mag hem echt niet. Get the gates open! We've got wounded! Wow. Shit. What the hell are they doing? Come on! God. Komen er walkers? What happened? Oh, the hell? What's going on? We have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. Zij is zo geweldig. Jesus, Ken. Lee, I don't know. Lee, what the hell? You can't just be bringing me people here. What are you thinking? Ga weg. Hey, you want to calm down for a fucking minute? Hey, no, I don't. Hij zou doodgaan als hem daar liet liggen. More mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Zij is echt erg. We haven't even talked to these people yet. Maybe they. Stel voor dat jij er zat. Come on, Lily. These are people. People trying to survive, just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. Dat is best wel erg. And I don't suppose you're going to carry me groceries. No. Fine, guys. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. Oh, zij is echt geweldig. No, I.
Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn. Ik vind dat Kenny Lee of dat meisje met die gun, ik weet het niet hoe zij het, sorry, zei, een van de leiders moet zijn. Of Kenny, denk ik. Kenny is denk ik een van de beste. Die neemt goede decisions, beslissingen. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. Kenny heeft gelijk, sowieso. Ik mag er gewoon echt niet. Wat? Kenny's right. Yeah, you're in charge of the food and schedules, but you're not in charge of people's lives. Ja, ja. Really? You weren't there. Lee made a choice. End of story. Ja. Look, once Katja patches that guy up, you can kick him out of here. Send him out on their own. I couldn't care less. But they at least deserve a fighting chance against the Walker. And for the record, Kenny wanted to leave those people behind. If Kenny would pull his head out of his ass for 5 seconds, he'd realize that I make these decisions to protect his family. We simply don't have enough food. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, dat slaat echt nergens op. Why don't you go help Mark with the wall? Ja, kijk, maakt tenminste wel één goede beslissing. Kijk, misschien heeft ze ook wel gelijk. Ik bedoel, ze hebben niet veel eten meer, denk ik, want dat wordt net gezegd. Maar alsnog, je kunt ze niet achterlaten, dat is gewoon erg. Dat is best wel weinig. No, I'm serious. Pick up that food and start handing it out. You see how it feels to not have enough food for everyone. Oké, ik moet nu dus gaan kiezen. Oh, oké, ik ga nu dus kiezen. You have only 4 food items for 10 hungry people. Ik heb 4 eten en dingen. En dat moet ik dus verdelen. Ik weet het nog niet. Nou, sowieso aan de kinderen, dat wel. Ik zit ook wel aan Kenny te denken. Maar ook aan Katja. Katja, dat is de vrouw van Kenny. Ik vind haar wel aardig en zo, maar nee. Nog niet. Oké, dat is Katja. Ja, Katja. Die wil ik denk ik niet. Ik vind de. Even kijken hoor. Ik vind deze gast ook. Hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up, quit being such a pansy. Oh ja, hij blijft gemeen. Oké, luister. Ik vind hem wel een vette gast, Mark. Hij lijkt me wel aardig. Alleen ik geef het zo zoals eerst aan de kinderen en Kenny. Daarna heb ik er nog één over. Moet ik even kijken wat ik daarmee ga doen. How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. We moeten aardig zijn. Ik heb mensen deze game zien doen en die zijn dan helemaal niet aardig, bijvoorbeeld tegen Clementine en andere mensen. En dat is natuurlijk niet leuk, denk ik. Zo kom je steeds minder ver dan dit. Ja. Oké dan. Als eerste geef ik het aan Clementine. Zij heeft het nodig en zij is gewoon geweldig. Oké. Ja. Een halve appel geven. En pies of vlees. Een stukje vlees. Of crackers en cheese. Oh ja, die zag ik, ja. Ik zag zo'n verpakking dingetje met crackers en cheese. En die vond ik vroeger altijd lekker. Dus die geef ik aan haar. Ja, zo. Die zijn echt geweldig. Sunday would be better next time. I'll keep that in mind. If you have any more food, Duck is hungry too. Ja, aan hem ging denk ik ook wel geven. Oké, Duck. Hij lijkt me wel een gave jongen. Oké, is hij eigenlijk dan. Nou, ook zo'n crackers en cheese. Het is natuurlijk wel een kind. Oh man, I'm so hungry. Oké, of ik geef het aan Katja. Heb ik nog. Ja, Carly. Oh, zit Carly. Oké, zit Carly. Ze kwam ook voor mij op, dus. Sorry. Want something to eat? Ik geef ook wat aan haar. Sowieso. Appel. Have an apple, Carly. God, I used to eat an apple every morning with some granola and 6 almonds, and that wasn't enough even then. But you know what? Yes. Mooi.
Ik vind haar wel gaaf. Oké. Dit is dus een stukje vlees. Zou ik het aan mezelf? Of? Nee, dat vind ik gierig. Dat ga ik niet doen. Oké, wie gaan we nu doen? Of jij, of de vrouw van hem. Jij, maar ik vind jou niet aardig. Die dikke man, of Mark. Ik ga het aan Kenny geven. Ik bedoel, hij kwam net ook weer voor me op, dus ik geef het aan hem. Here, Kenny, take this. How about my boy? He eat yet? Ja. Yeah, I gave him something. Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. Dat is iedereen nu wel, denk ik. Oké. Not such an easy job, is it? Ongemakkelijk. Ik wou het ook aan hem geven, maar ik heb maar vier stukjes. De volgende keer geef ik wel wat aan hem. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. Yep. Yeah, of course. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. Ja, dat snap ik ook wel. You're out. What happened to my food? Ga weg. There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. Maakt hij dat uit? Oh yeah, oh yeah. Well, I don't see you working on that wall. Nee, wij hebben net geprobeerd om eten te halen, maar dat is ook weer niet gelukt. Zeg maar, toen we die zombies gingen doen. Oké, ik wil nog even met die Mark praten. Want ik vind het wel, ik voel me af en toe, als ik over nadenk, dan wou ik het ook echt wel graag aan hem geven. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Oh ja, wat ik dus wil zeggen. Er komt dus een nieuw seizoen van The Walking Dead. Dus echt een hele nieuwe game die ik ook nog niet ken. En als we hiermee klaar zijn, wat nog op zich wel lang gaat duren, ga ik die natuurlijk ook spelen. Die is ook echt heel vet. Denk ik. Ja, ja, oh, hij zei dus volgende keer geven, dat ga ik dus wel doen. You ever miss the Air Force Base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Lily's pretty pissed at him. Ja, zij heeft gewoon lekker pech hoor. But nothing. She's making the smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Ik heb het koud. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, this... give us that thing for a bit. Okay, Oké. Oh, ik kan kiezen. Give X to Mark. Nou, niet aan hem. Hij wordt nog eens een keer gevaarlijk of wat dan ook. Here, Mark, this should help. Oh. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Tuurlijk. Come on, Larry. Give it a rest, man. Things are different. Being a racist is outdated. Oh, and that's what you think this is? Is that what you told him? Yeah, that's right. And what are you gonna do about it? Look, I don't care what it is, but you two have got to start trying to get along. The only mag hem echt niet. Hij mag echt weg. Als hij weggaat, ga ik feestje vieren. And right now, that means getting this damn wall fixed. So I would appreciate it if you two would shut up and let me get back to work. Wij hadden medicijnen voor hem gehaald en toen sloeg hij me neer. Daarmee heeft hij het gewoon sowieso verpest. Dat is wel gewoon waar. Oké. Okay. Ken, Lee, come here, please. Oké. Okay. He didn't make it, did he? He lost too much blood. Oké. Okay. God damn it. Hij heeft dus niet overleefd. Ken, come back. There's nothing. Nou, ik zou ook chagrijnig zijn, denk ik. It's been a rough morning. Het lijkt me aan de ene kant wel vet om in zo'n wereld te wonen. Maar... but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Holy shit. Hey! What the fuck? Dat was raar. Holy shit. Oh, wat moet ik? Oh, dat. Oké. Holy shit! Hij was net nog gewoon... Oh, wat tof.
Wat moet ik doen? Holy shit. Holy shit. Oh, what the fuck? Schop. 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 Oh, met S kan ik dus naar achteren. Dat lukt wel. Ga weg, ga weg, ga weg. Wat is dit? Wat? What the fuck? Ik ging toch... Ik ging naar achteren. Dat is raar. Holy shit. Boom. Oké. Holy shit, als ik nu die ex aan een dikke man had gegeven, had hij misschien niet gekomen. Oh shit, dat realiseer ik me nu pas. Zie je, zij komt voor me op. Maar ik meen het, als ik het echt aan hem had gegeven, dan was hij misschien niet hier gekomen, had ik het niet gered. Dat is best wel pittig. Dad, calm down. You're gonna get us all killed. Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word. But he wasn't bitten, I swear. Well, your not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife. What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. Holy shit. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Holy shit. Dus we zijn allemaal ziek. All infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. Whoa. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Whoa. Someone went in the girls' room the next morning, and... God. Holy shit, dat is best wel erg. Back off! What? Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off! Carly. We don't want any trouble. Nee, we willen geen problemen. Neither do we. I'm Andy St. John. This here's my brother Dan. We're just out looking for gasoline. Looks like you folks got the motel locked down, which is fine, but if you could spare any gas, well, we'd be much obliged. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Dat is best wel goed eigenlijk. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. Yeah, that's a good idea. I'm going with you. Eindelijk. I got your back if anything seems fishy. So, what do y'all think? You've got a deal. Ja, ik vind het wel goed. Ik bedoel, we zijn... We hebben geen eten meer. In exchange, you give us some food to bring back. Dat is wel het beste. See how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Yay! So... Oh, this dairy. You guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter and cheese stocked up. Dat is mooi. Ik bedoel, we hebben het wel nodig. Echt, we hebben het heel hard nodig. En heb ik nu mijn ex nog? Zeg maar, mijn hakbijl. This Lily thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Dat is wel aardig. You think they'd want me for a leader? Sure. Everybody looks up to you. Dat is mooi. Not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Zij weet dus dat ik een moordenaar, dat ik iemand vermoord had. Just you. Well, I haven't told anyone. Clementine might know. He was there when we were talking in the drugstore. Asked me about it. I lied to her, but... What exactly did happen with the senator? You know what happened. Ze wist het wel. Ik bedoel, ze had het gezien. I only know what the press was told. I don't know your story. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it.
You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Oh, dat is best wel wijs. Ik bedoel, als er iets is gebeurd voor de zombie-apocalypse, dan telt dat misschien niet meer. Misschien heeft ze daar wel gelijk in. It doesn't have to make you a bad man. I really appreciate that. Mooi. I mean, thank God Lee showed up when he did. Ah, hij heeft echt een nice gun, zeg. Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Macon. I grew up in Macon. Right here in the heart. Dat is echt mijn standaard antwoord. Macon is gewoon. Y'all seem pretty settled in that motor inn. Who's running things over there? Oh, Lily ook wel, maar. Dat zeg ik gewoon. Yes, ze lacht. Mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi. Nou, gewoon eerlijk zijn, dat is goed. Dat is goed. Dan zijn we aardig. Aardig is goed. That makes it 10. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. Dat is wel handig. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. It helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember. Now it's... You think you're gonna cut me out of this? What? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always pulling this shit. Bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. You knew we were hungry. There's only two. Er zijn er. Oh no, there's ja, bandits, bandieten. What are you gonna fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! What? Fuck. Fuck you! Fuck you! Jesus! Whoa. Okay, then. Down here is going to shit. Yeah. Get to the dairy where it's safe. Wow. Okay dan, mensen. Dat is best wel pittig. Okay dan. Hier eindig ik deze episode van The Walking Dead. Ik hoop dat jullie het erg leuk vonden. Ik wel. Sorry voor de late upload nog. Ik had het best wel druk. Zeker met school, al die dingen. Maar okay, we gaan snel verder. Want ik vind The Walking Dead echt geweldig. Ik hoop jullie ook. Ja, en heel erg bedankt voor het kijken naar Ik Ben Je Game. Like en subscribe. En tot de volgende keer bij Ik Ben Je Game.